Hi, ik ben bij kliniek Dr. Frodo vandaag, Dr. Frodo Gijmans. Ik heb wat dingetjes in mijn gezicht waar ik me aan stoor. Het is niet allemaal heel ernstig, maar het zou wel wat beter kunnen. Dus heb ik een niet zo strakke kaaklijn meer. Er zit hier wat, een beetje hamsterwangetje. Een wat diepere neuslippenplooi. Een beetje een kuiltje naast mijn ogen en wat volumeverlies onder de ogen. En ik zou zelf ook mijn lip nog ietsjes gladder willen. Dus een klein beetje volume in de lip erbij. Hier is Dr. Frodo. Ja, hallo. Ik ben Dr. Frodo. Nou, wat we dus gaan doen, je hebt net gehoord van Matje wat ze het liefste wil. En de behandeling die ik ga doen bij haar is wat lift geven aan haar gezicht. Nou, zoals je kan zien ziet ze er eigenlijk best wel goed uit. Maar het is wat jammer dat de huid wat gaat zakken. Je ziet dat haar neuslippenplooi wat zwaarder is en dat naar beneden gezakt. En daardoor zijn onder andere ook de wallen ontstaan. Dus mijn plan is om wat meer volume op de slapen aan te brengen. Op haar jukbeen, op haar wangen. En dan zie je eigenlijk al wat er met die neuslippenplooi gebeurt. Hè? Die wordt een stukje zachter. Zie je het zelf ook? Ja. Ja. En daarnaast zie je dat ze net wat minder volume heeft in haar kinregio. En precies in de sulcus, dus net onder de lip. Tussen de lip en de kaaklijn. En daardoor spant ze die spier wat meer aan. Dan zie je ook die groef ontstaan. En zeker met het licht van boven. Nou, nu heb ik het licht recht van voren. Maar als het licht van boven komt, zie je dat daar een groefje zit. En dat die marionetplooi net wat sterker wordt. Nou, het doel van de behandeling daarbij is hetzelfde als eigenlijk. En een slippenplooi door volume te plaatsen op je jukbeen en je wangen wordt die marionetplooi wel beter. Dan ook wat volume hier te plaatsen, dus in de kinregio trekken we het nog wat strakker. En als om het laatste de lippen nog wat te verbeteren. Nou, als je mij vraagt zijn de lippen eigenlijk best wel goed. Maar wat ze zelf aangeeft, ik heb altijd de behoefte om net wat lipgloss op te doen om ze net wat voller te maken. Nou, wat ik daarbij ga doen is met de lichtste filler die we hebben, Faux Light. Een soort van lip smoothie geven. Een lip smoothie houdt in dat de lip net wat meer vol wordt, gehydrateerd wordt, zonder dat die veel groter wordt. Want ik denk niet dat dat heel mooi zou zijn. Nee. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Ja, als je het rechtop ziet, dan zie je het iets beter. Ja, wat je heel mooi ziet, is dat het volume wat op de jukbeen zit, trekt eigenlijk dit een stuk op. En nu kan je zeggen, hey, maar ja, Martje, je hebt toch nog steeds een neuslippenplooi, dat is niet goed. Persoonlijk hou ik er niet van om de neuslippenplooi op te vullen. En waarom niet? Dan duw je eigenlijk die huid hier een stukje omhoog. Dan wordt de plooi wordt wel zachter, maar wordt juist, krijg je hier een beetje een worstvormige vulling. Wat mij betreft veel minder natuurlijk uitziet. En je ballen worden eigenlijk daardoor een stukje erger als je hier fillers plaatst. Want dan wordt dit wordt dus hoger en dan wordt dat automatisch lager. Maar wat je heel mooi ziet, ook het volume wat ik hier heb geplaatst, zorgt ervoor dat je gezicht wat meer optrekt. Veel meer die V-shape heeft gekregen. Bij je lippen zie je veel meer support. En ze zijn stiekem met die 0,4 milliliter best wel een stukje groter geworden, wat mij betreft. En je oogregio is wat gedicht. En deze is misschien wel het mooiste gedeelte van de behandeling. Hoe die overgang verbeterd is van je jukbeen naar je ogen. Dat loopt heel zachtjes door. Dus wat mij betreft, ik ben er heel blij mee. Ik ook. Ik hoop jij ook. Yes. Dankjewel voor het kijken. Doei. Bye.